zat met 3 keer per week een column in NRC. Mijn vader ging dood. En we hadden besloten dat we mijn moeder vaker gingen bezoeken. Dus ik kwam daar eens per week, eens per 2 weken. En soms heb je geen onderwerp. En zij was in 1 keer een onderwerp. Ze paniekeerde over alles. Dan was ze haar sleutels weer vergeten bij de EDA, waar ze boodschappen deed. Dan was ze weer in paniek omdat een buurvrouw haar verkeerd had aangekeken. En ik dacht, nou, dit zijn eigenlijk hele goede onderwerpen. Maar zij werd dus pas een onderwerp na de dood van je vader? Ja, eigenlijk wel. Toen dacht je, verrek. Verrek? Nou, die is er ook nog. Die is er ook nog, ja. Inderdaad. Mijn vader was altijd ontzettend tegen het schrijven over het eigen gezin. Die was daar bang voor. Die dacht ook dat hij ziek was geworden door schrijfsels van mij. Wat niet zo was. Hij had gewoon maagkanker, zoals veel mensen. Maar het kwam niet per se daardoor. Maar ik dacht te denken, wat een onderwerp eigenlijk. En zij was ook wel een vrouw die makkelijk was om te beschrijven. Ja, we hebben je gevraagd, ik weet niet of je het boek en het fragment voor je hebt liggen. Is dat zo of niet? Nee. We hebben je wel gevraagd om een stuk voor te lezen, maar ik ben even... Oh, is dat dat? Ja? Ja, dat is dit. Achteraf bezien was de kerstmis dat mijn moeder bij het gasfornuis in elkaar zakte. Misschien wel een van de gezelligste. Hoewel we de keer dat vitragevlam vatten ook niet mogen uitvlakken. We zaten te wachten op de kalkoen die niet kwam. Mijn moeder werd weggebracht met de ambulance. Je ziet het vaker bij rampen. De mensen groeien naar elkaar toe. Een jaar later, mijn moeder deed het weer, was het weer als van ouds, ongezellig. Is het zo dat jouw moeder dan later nog zegt van... dat heb je toch wel weer mooi opgeschreven? Of je hebt me toch mooi gevangen in die woorden? Nee, dat heeft ze... dit vond ze ook een gênant stukje. Dat ze met kerstmis een hartaanval had gehad, dat vond ze... Vond ze niet leuk dat ik dat had opgeschreven. Denk jij dan ook meteen als zo'n hartaanval er is... of als de vitrage in de fik vliegt, lekker, ik heb een stukje? Nou, ik ging niet meteen noteren, als je dat bedoelt. Nee, ik paniekeerde mee met de rest. Ja. En ik dacht later wel, toen ze in het ziekenhuis was... en het was geregeld, zou ik maar zeggen. Toen dacht ik wel van, ja, dit is wel een stukje. Ja, zullen we even naar de kijken? Zo. Word je nou vaak aangesproken op die stukjes van mij over Velp? Word je daar nou vaak over aangesproken? Ja, en wat zeggen ze dan? Heel veel die lezen het met me. We hebben het gelezen. Nou, en wat zeggen ze dan? Je moet het wel kunnen. Ik zeg, ja, maar het komt uit de goed hart. Ik weet zeker dat hij veel van zijn moeder houdt. En hij moet ergens over schrijven. Ja, dat is wel... dat is ook heel waar. Je moet ergens over schrijven. Ja, als je een columnist bent, dat is de hel. Je moet elke week een stukje produceren. Ja. Ja. Dit is een sociaal wenselijke antwoord. Ja. In het echt stond ze er wat anders in. Zij was ook iemand die is gefilmd door een vriend van mij. En die wilde ze dan ook een plezier doen. Ja, ja, ja. Ze onderstreepte alles wat niet klopte. En dat ging over hele kleine dingen. Ja. Bijvoorbeeld dat ik schreef dat ze vanillevlaag had gekocht, streep doorheen, yoghurt. Zo'n vrouw was. En eisen ze ook een rectificatie of dat nog net niet? Nee, dat niet, maar ze zei wel, jongen, hou er mee op, alsjeblieft. Dat soort dingen. Ja. Ze heeft een keer op een verjaardag gehuild omdat ik geschreven had dat haar mixer stuk was. Oh, ja. Dat is pas de vuile was buiten. Dat is pas de vuile was. Ik vond dat zo klein dat ik dacht, ik geloof dit gewoon niet. Ja.